Hey, wat gaan we vandaag doen? We gaan vandaag de persik snoeien. Het is eigenlijk de laatste maand. Moet eigenlijk iets eerder na de vruchten klaar zijn. Maar ja, ik had niet eerder tijd. Persiken groeien op eenjarig hout. Op de takken die dit jaar zijn opgekomen, komen volgend jaar de vruchten. Dus om het goed te doen, moet je de takken wegsnoeien die natuurlijk dood zijn. En dat soort dingen, want daar heb je niks aan. Persiken zijn gevoelig voor schimmel. En ook zijn de takken niet heel erg sterk. Dus als die veel te vol hangt, dan breekt ze af met een beetje storm. Verwijder de takken die te veel over elkaar heen hangen. Zorg ervoor dat je een mooie open structuur in de boom maakt. Zodat er lekker veel lucht en licht bij kan komen. Dat is goed tegen schimmel. Het beste is om per tak te controleren. Eerst het dode hout eruit en dan te kijken met welke takken wegknippen je het meeste licht kan maken. Nu nog even opruimen en dat was het weer. Tot de volgende keer. Tot Tourteron.